krijgen we nou? Gaan jullie werken? Ja. Hebben jullie een beetje zin in? Ja. Goed zo. A very good welcome. It's a very windy day today. We have this small tree we're going to do in the corner of this small garden, big garden. We're going to cut it down. And the groundsmen are ready, I think. Here's one. Klaar voor? Je hebt hem verkeerd om. Je hebt handschoenen verkeerd om. Maakt niet uit. Hey, ben je er klaar voor? Ja. High five. Goed zo. Hey. Aan deze kant blijven, hè? Ja, maar ik kan hem ook niet. Stop eens. Deze moet van die. Goed zo. Deze. Nee, je hebt, ja. Oh, er zijn twee rechts, maar is goed zo. Goed eraan trekken, hè?
Yes, that is another job done. Check this. Boompjekappen.nl voor al uw takkenwerk. It means in English something like boompjekappen for all your shitty work. But takken, if you translate it directly to English, takken is branches. So it has to do with our work. But takkenwerk means something like shitty work. Work you don't want to do. Takkenwerk. Awesome. Kom maar. Jij moet hier staan. Zo. En dan moet je daar kijken. Ik ga achteruit rijden. En als ik er bijna ben, dan moet je zo aangeven hoe ver ik nog moet. Ja, dus als ik nog zo ver moet, vanaf dan moet je aangeven zo. En kijk eens naar mij. En dan moet je, als ik dichterbij kom, moet je zo doen. En als de trekhaak eronder zit, ja, dan moet je hem dichtklappen. Ja? Mogen jullie allebei doen? Ja. Goed opletten, hè? Anders rijd ik mijn bus er tegenaan. Dat moeten we niet hebben. Oké. Duidelijk, hè? Deze kant zien, hè? Dat je het kan zien. Als je in de spiegel kan kijken, dan kan ik jou ook zien. Ging het goed? Ja. Allemaal goed gegaan, hè? Wat vond je het leukste om te doen? Meehelpen. Met? Takken sjouwen. Takken sjouwen? En jij? In de versnipperaar doen. Dat was ook leuk. Alles ging goed, hè? Dus de boom is gekapt. Jullie hebben geholpen met omtrekken. Vonden jullie dat ook mooi? Jullie gaan goed trekken, hè? Waaide ook zo hard. En toen jullie stukken zagen, gingen jullie het hout netjes achterop leggen. Dat is goed, hè? Dan kan het niet tussen de snippers komen. En druk papa frezen. Dat ging goed. Een beetje worteldoek ertussen. Dat was niet zo fijn. En versnipperen. Hebben jullie goed bij geholpen? Super. Vonden jullie het leuk? Ja. Oké, rem maar naar huis.